De partij Vlaams Belang heeft bedenkingen bij de opvolging en de aanpak van teruggekeerde Syrië-strijders. Vanmiddag stelt ze daar een vraag over aan minister Houmans. Een tijdje geleden waren er hoorzittingen en werd een batterij maatregelen aangekondigd, zowel preventief als repressief. Maar nu is het stil geworden, zo vindt Vlaams Belang. Minder stil zal het wellicht zijn rond een expositie van Mohammed-cartoons die de Antwerpse afdeling van de partij vrijdag opent in haar secretariaat. Nogal wat vragen dus voor Vlaams Belangvoorzitter Tom van Grieken. En hij is mijn studiogast. Welkom, meneer van Grieken. Ja, wat is er mis met de aanpak van die Syrië-strijders? Ja, u weet dat wij niet voor de zachte aanpak zijn van die teruggekeerde Syrië-strijders, de jihadisten die er misdaden hebben begaan. En mevrouw Houmans van de N-VA gelooft nog altijd dat de oorzaken moeten gezocht worden in hun sociale status. En wij zijn daar niet mee eens en willen eens kijken wat haar beleid al heeft opgeleverd. Ja, misschien is ze in stilte wel goed bezig, dat zou kunnen. Dat weten we dus niet. Dus stellen wij de vragen aan de minister. Dat is de plicht van de oppositie, kritische vragen stellen. En wij betwijfelen of mevrouw Houmans al resultaat zal kunnen voorleggen. Maar dat gaan we straks weten in het parlement. Ja, er is intussen ook een ander voorstel. Veli Juxel, CD&V, die zegt ouderlijke toestemming is nodig misschien voor minderjarigen die reizen buiten de Schengenzone. Is dat geen goed idee? Ja, dat is een goed idee, maar belangrijker dan zij die vertrekken, zijn diegenen die terugkomen. Want zij komen vaak met kwade intenties terug. En het Schengenverhaal is een ingewikkeld vraagstuk, maar wij vinden dat het Schengenverdrag alvast in vraag gesteld moet worden, want onze buitengrenzen worden niet goed bewaakt en onze binnengrenzen zijn helemaal afgeschaft. Dus bij deze moeten we het Schengenvraagstuk in zijn totaliteit in vraag durven stellen. En het voorstel van meneer Juxel is een leuk voorstel, een goed voorstel, maar onvolledig volgens ons. Ja, uw focus blijft dus duidelijk repressie, terwijl het ook over preventie ging. Ja, maar repressie is ook een vorm van preventie. Een voorbeeld stellen. Als je vertrekt op basis van propaganda waar je mensen het hoofd afkapt, ja, dan moet je zeggen, kijk, dan hoor je niet meer bij de club, dan hoor je niet meer bij onze maatschappij. Er is geen plaats voor jullie. Blijf beter ginder. Hier in Vlaanderen is er geen plek voor islamterroristen. Ja, dan is er die tentoonstelling die doorgaat in het secretariaat aan de Van Maarlandstraat, de Mohammed-cartoons. Waarom die tentoonstelling? Waarom niet, is de echte vraag. Ik vind dat we in een vrije samenleving vooral met macht moeten kunnen spotten. Of nu met politieke slaggen is of met religie. Dat moet kunnen in het Vrije Westen. Moet kunnen, zegt u. Maar is het ook wenselijk? Maar ik geef wel toe dat ik een beetje angstig ben, maar tegelijkertijd ben ik ook kwaad omdat ik angstig ben. Want als we toegeven aan die angst, dan hebben die extremisten, die terroristen die aanslag in Charlie Hebdo hebben gepleegd, dan hebben ze eigenlijk gewonnen. Als we niet meer mogen lachen met religie, ja, wat is onze democratie dan nog waard? Want diezelfde tentoonstelling die heeft in Amerika ijzernaad tot een aanslag geleid. Ja, naar de veiligheid toe. Lijkt dat nogal problematisch? Flip de Winter garandeert ons dat de veiligheid gegarandeerd zal zijn. Wie ben ik om aan het woord van Flip de Winter te twijfelen? En ik denk dat alles ook wel in orde zal zijn. Vrijdag gaat de tentoonstelling open en ik verwacht geen probleem. Hebt u dat overlegd met de stad ook? De specifieke veiligheidsmaatregelen mag ik niet in detail overgaan. En dat is de taak en de bekommernis van Flip de Winter. Staat u er persoonlijk achter dit initiatief? Ik vind dat tentoonstellingen over cartoons, lachen met religie en met macht. Ik vind dat dat een basis van onze democratie. Als je niks meer in vraag mocht stellen, niet meer mocht lachen met mensen of ideologieën die pretenderen de waarheid aan hun kant te hebben, als dat niet meer kan, ja, dan zet men de democratie op losse schroeven. En ik vind dat wij een taak hebben als politici om dat Vrije Westen, die Europese waarden en normen, te verdedigen. En dat kan met een Mohammed-cartoon voorstellen. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, om terug te komen op het vorige, u bent weer aan het polariseren in de oude De Winter-stijl. Ja, misschien werkt dat radicaal. Radicalisering net in de hand. Ik heb het idee dat er heel veel Syrië-strijders vertrekken uit heel Europa. En ik denk niet dat de Syrië-strijders die vertrekken uit Frankrijk of Duitsland of Nederland dat doen om uitspraken van De Winter. Ik denk dat er het echte probleem is de islam, dat een kiem heeft van extremisme, van onverdraagzaamheid, van verovering. En dat zouden we moeten bestrijden in deze maatschappij, dat extremisme van die islam en niet cartoontjes in tentoonstellingen. Slotvraag. U had aangekondigd, ik ga de toon van het Vlaams Belang misschien wel wat veranderen.
Dat hoort hier niet bij, hè, denk ik. Hè? Dat denk ik wel. Ik heb altijd gezegd, we moeten tegen een religie zijn, tegen een systeem, maar nooit tegen mensen of individuen. En dat past volledig in deze lijn. Men moet kunnen lachen en vragen stellen bij ideologieën en bij religies. En dat doen we bij deze. Ik zie geen probleem als wij een tentoonstelling zouden doen om als we lachen met God of met Yahweh. Daar zou niemand over kraaien. Waarom moeten we dan een spel erover maken over een Mohammed cartoon tentoonstelling? Goed, meneer Van Grieken, bedankt voor de komst naar de studio.